Tijdens de in november 2016 georganiseerde Grimme Technica Dagen konden klanten en zakenpartners kennis maken met de nieuwe producten van de Duitse fabrikant. In Damme konden circa 100 nieuwe machines in de aardappelen, bieten en groentetechniek van dichtbij bekeken worden. Thema's als veldlogistiek en veldhygiëne, transporttechniek van Sputnik, groentetechniek van Azalift, Grimme iSystems, bedieningassistent en datasystemen werden dit keer extra onder de aandacht gebracht. Wat is nieuw dit jaar op de Grimme Show? Nieuw is de vierrijige zelfrijder Grimme Varitron 470 met 7 tons non-stop bunker die naast de 75 cm nu ook met 90 cm rijafstand verkrijgbaar is. De spoorbreedte van de vooras is 3 meter en op het perceel kan de vooras vanuit de cabine ieder 30 cm naar links en 30 cm naar rechts uitgeschoven worden. Hierdoor wordt voor het rooien een spoorbreedte van 3,60 meter bereikt. Om de oogst van aardappelen snel, efficiënt en schoner te laten verlopen, ontwikkelde Grimmer de Clean Loader. De zogenaamde veldlaadstation is in staat om het grootste deel van de grond direct op het perceel te scheiden. Het laden van 30 ton aardappelen is volgens Grimme in 12 minuten tijd mogelijk. Momenteel is er in Bulgarije een grote vraag naar apparatuur. Het kabinet streeft naar nieuwe ontwikkelingen in de landbouw en verbreding van de aardappelen- en groenteteelt. Er zijn mogelijkheden om subsidies voor investeringen voor nieuwe technologieën en apparatuur te verkrijgen, zoals voor de machine die u op de achtergrond ziet. De eenrijige bunkerrooier SE7555 met 5,5 tons bunker is optioneel met een lastafhankelijke volautomatische toerentalregeling van de eerste en tweede reiniger als mede leestafelband uit te voeren. De Speedtronic verhoogt de capaciteit, maar ook het product vriendelijker rooien en minimaliseert verstoppingsgevaar, omdat permanent in een optimaal toerenbereik gerooid wordt. Op deze manier wordt de chauffeur middels automatische functies van allerlei manuele taken bevrijd. Dit zijn de machines voor grondbewerking. In Bulgarije kapt men met zware gronden en het is belangrijk dat de grond goed bewerkt wordt, voordat in het voorjaar het zaad en pootgroet de grond ingaat. Met een goede grondbewerking krijgt de bodem een mooie structuur, waardoor het eenvoudiger wordt om later met de oogstmachine te oogsten. Grimme heeft een breed programma om met 2, 3 en 4-rijige plantmachines te werken.